zijn weer thuis en ik heb wat voor Kandalf gekocht. Ja, daar dat hij er gek van is, heb ik kinderachtig bellenblazen voor gekocht. Ja, dat vindt hij leuk en hij heeft een blad aan zijn vacht zitten. Daar. Maakt niet uit. Is gewoon een beetje troep. En mijn handen die plakken, want ik ben al bezig geweest met Kandalf. Eventjes te bellen blazen, maar het stikt hier ook van de vlinders, jongens. Oh, dat is toch wel werkelijk prachtig mooi. Oh, ja, ik kom eraan. Ja, eventjes weglopen. Ja, je hebt de poortje kort gedaan. Hè? Even, ja, je kan erin. Kijk, 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 kijk. Ik hoop dat ik hem goed gericht heb. Nummer 2. Is zo mooi, zo mooi. Ja, joh, dat die struik zit al te vol. Ja. Ja, ik weet het. Nou zie ik ze weer niet. Daarin. Daar zit er een. Een hobbelhommel of een bij, weet ik. Ik ben er geen bang van. Ik vind het zo mooi, hè? Ja. Ja, en die jodokus. Kandalf. Kandalf. Moet je belletjes blazen? Hé, moet je belletjes blazen? Ja, hé. Jo. Zometeen. Ik ga eerst koffie drinken. En je ziet er niet uit. Zo. Zo. Weg. Ja, weg. Weg. We gaan nu eerst aan de koffie. Ja, lieve vrienden, ik heb bezoek. Die niet op de vlog mag. Ze wilde wel op, maar ze mag er niet op. Ja, dat zijn twee tegenstrijdige dingen. Ja. Maar het komt goed, we gaan aan de koffie. Ik zou zeggen, tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Het is al lang al breed alweer avond. Het is, op mijn horloge maar kijken. 20:37, 20:30 geweest. En de meeuwen die vliegen door de lucht. Zwaluwtjes momenteel niet te zien, maar kijk zelf maar. Hoe mooi de lucht hier nog is, met hier en daar een wolkje. Ja, dat vind het knap hoor. En nog steeds de tuindeur open, helemaal niet koud, het waait amper. De vlindertjes die zijn vertrokken. Die zie ik momenteel niet meer. En hoeveel graden het is, dat weet ik ook niet. Nee. Zullen we daar eens even naar kijken dan? Ja, hè? Kan dat? Daar op de poort is het 26 graden. Die rode deur. Hier in huis is het ook 26 graden. Bij vliegveld De Kooi is het 22,5. En ja, ik zit met alles open. Ook de keukenraam, alles is gewoon open. Ja, ja. Hé, Kandalfi, of niet dan? Hoe nou? Jo. Ja. En hier hebben we onze prinsesje Eowyn. Hé, maar ze is niet de enige die Eowyn heet. Nee. Ze heeft een naamgenootje, kwam ik net achter. En er leeft ook nog een poesebeestje, die heet Arwen. Nou ja, mijn Arwen, die leeft niet meer. Die staat hier in een urentje. Mag ik er even door, man? Dus ja, ik ben op Facebook. Ik zit televisie te kijken. Ja, wat moet je nou allemaal nog meer doen dan, denk je, bij jezelf. Maar ik heb net mijn koffie op. Ik heb het warm. En nergens zin in hebben. Dat ik ga eventjes. Ah! Ja, ik was er vanochtend ook voor mij doen de bedtijdstraf. Ik ga televisie kijken. Ik heb hem op RTL 4 staan. En het is vandaag dus dinsdag. Dus jullie weten het. Wat er dan op is. Dus ik zeg, ga ook lekker genieten op dinsdagavond. En dan om 8:30 begint het. En
kijken ernaar, leer je van. Nee, Frodo, ik heb een witte broek aan. Ja. Ik heb een witte broek aan. Ja. Ik heb een witte broek aan. Ik heb een witte broek aan, zeg ik. Jij bent lief, maar niet op me. Nee. Nee. Wat ik een pie. Op de bank. Hé, Gladio. Ja, je hebt het ook warm. En ik zie nog wat. Ik moet nog even wat opruimen, zie ik. Dus dat gaan we nou eerst even doen. Even naar buiten toe het opruimen. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En voor straks wel terug. Slaap lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, ja.